Na maanden van voorbereiding is het dan eindelijk zover. Het is een Eneco-tour. Circus Land in Bergen-op-Zoom. Heel de week zijn ze al bezig met de laatste voorbereidingen. En vandaag zie je wel aan alles wat er omheen gebeurt dat ze al vroeg begonnen zijn met het klaarzetten van het ontvangst van alle renners. En natuurlijk alles wat daarbij komt kijken. Je ziet hier achter mij natuurlijk het podium waar straks alles om draait. Want het gaat natuurlijk om het wielrennen, wie de winnaar is. Maar daaromheen gebeurt er van alles. Hier zie je de commentaarsposities van de mensen die commentaar leveren op het parcours. Maar natuurlijk ook voor radio en televisie. Want het wordt natuurlijk uitgezonden. Dat is een Eneco-tour, dus overal natuurlijk veel reclame. Hier links het VIP Tourcafé. Dat is echt voor alle, daar komen de renners en alle mensen die VIP zijn. En hier de eindstreep. De finishlijn van de Eneco-tour. In Bergen-op-Zoom op de Konijnenburgweg. Burgemeester, het is eindelijk zover, de Eneco-tour in Bergen-op-Zoom. Dat heeft heel wat voet in de aarde gehad, want er moet veel geregeld worden voor zo'n dag. Er moet ontzettend veel geregeld worden, want de Eneco-tour is niet zomaar een tour. Die zit in de wereldklassificatie, dus het zijn professionele renners. En de organisatie stelt ook professionele eisen. En wat ik wel heel bijzonder vind, is dat het gelukt is om deze zeer bekende tour naar de regio te halen. Bergen-op-Zoom-Woensdrecht. En dat het weer lukt dankzij de goede samenwerking met ook onvoorstelbaar veel vrijwilligers om een mooi gastvrij onthaal hier te organiseren. En we hopen dat het ook spin-off heeft met bedrijven, bezoekers. We maken er een mooie dag van. Een van de activiteiten die georganiseerd worden rondom de aankomst van de Eneco-tour is een lunch, een VIP-lunch voor sponsors en genodigden in de Sint-Gertrudeskerk. De sponsors en VIP's gaan aan tafel voor een heerlijke uitgebreide lunch met oud-renners in deze prachtige locatie. Staan, Jan Jansen? Ja, natuurlijk. Ik weet dat u natuurlijk veel bereikt heeft, maar nu ziet u het ook erg naar uw zin te hebben. Dit is natuurlijk een evenement die aankomt in een stad. En dat is, dit vandaag is dat een Bergen-op-Zoom natuurlijk. Ja, het is natuurlijk, u heeft zelf in de regio gewoond, u kent de regio goed. Absoluut. Wielengemeente, regio's bij uitstek. Absoluut. Er zijn hier natuurlijk in de Zuidwesthoek qua wieleractiviteiten zijn ze behoorlijk actief. Ja. We hebben Nederlands kampioenschappen gekend, wereldkampioenschappen gekend. Veldrijden, allerlei activiteiten zijn hier bezig. Dus dit wordt een beetje een Zuidwesthoek regio waar de wielersport behoorlijk bloeit. Ik vind het hier leuk, ik pak hem zo. Kom, je nog voor de foto. Let op, hè. Ik tel tot 3. 1, 2, 3. Yo! Ah, dat is mooi. Ben je er klaar voor? Gaat het goed lukken met de kinderen? Ik hoop het. Er zijn er vandaag heel veel. De meeste van de hele week. 130 kinderen ruim. Dus dat is een behoorlijke verantwoordelijkheid. Dus ik hoop dat ze allemaal goed luisteren en dat ze achter me blijven. En dat we allemaal veilig over de streep gaan. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. En heeft dat met de regio te maken dat hier zoveel kinderen zijn? Omdat het zo leeft wielrennen hier? Ja, ik denk wel dat dat er mee te maken heeft. Het is natuurlijk populaire sport in Brabant. Dus dat ik denk dat het er zeker mee te maken heeft. We komen hier ook voor de eerste keer in de buurt. Ja, een groot succes. Hoe heet je? Jarmo Visser. En ben je ook echt al fanatiek wielrenner? Ja. Heb je dit heel vaak gedaan, zo'n soort koersen, rijelkoersen? Ja. Ook, wil je ook wielrenner worden? Ja, ik heb er nu ook heel veel zin in. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pak en start maar! Dat is echt wel geweldig dat je dat zo doet. Heb je zelf ook iets met fietsen? Ik fiets heel graag, maar recreatief. Dat is net iets makkelijker en minder intens. Het was eigenlijk ook de eerste keer op zo'n koersfiets. Dus dat was even wennen. Ja, het zit apart, hè? Het is helemaal anders, ja. Maar het is natuurlijk wel mooi dat je hier aan meedoet. Om de populariteit die je hebt al gebruiken voor de kinderen. Want ze zijn helemaal weg van je. Ja, ik wist dat eigenlijk niet. Dat zo de... Ja, nee, tuurlijk. Want als ik presenteer, is het voor de Efteling. En dan weet je dat de kinderen weten waar ze naartoe gaan. Maar nu draaiden ze zo het nummer van de schatkamer en al die kinderen... Ah, maar dat is ze, dat is Felis.
Dat is wel leuk, ja, absoluut. En denk je dat ook dat de kinderen het leuk vonden om te fietsen? Ik denk het wel, maar ze gaan er ook echt voor. Ja. Kinderen zijn zo fanatiek. Dus Michael ook. We houden ons hart vast als we staan te fietsen. Want elk gaatje dat vrijkomt, dat vullen ze gewoon op. En ja, we zijn nog niet gevallen, maar af en toe is er toch wel eentje dat ze tegen de grond smakt. En dan is het toch altijd even, oké, hij staat terug recht, oké. Waren er veel hier vandaan? Ja, er waren denk ik nu 130 kinderen, heb ik gehoord. Ja, maar we kunnen tot 200 kinderen aan, dus... Okay. Nog heel veel succes. Dankjewel. Komt goed. Dag. Nou, ziet er strak uit in die mooie pak. Zie ik er strak uit? U zegt het. Zin in? Ik heb er heel veel zin in. Het is... Ja. Het, is mooi. Ja, het vervormt wat, maar... Het is mooi weer en ik ben gekoppeld aan Jacques Vermeer. En Jacques Vermeer, de echte wielerliefhebbers, die kennen hem nog. Het was vroeger een kanjer en ik ben er heel trots en heel blij dat ik met die man samen mag gaan fietsen. Gaat u hem goed begeleiden? Ja, wij gaan een geweldig koppel zijn. Ik heb gezegd van, ik wil toch wel graag iemand hebben die een beetje door kan rijden. Wel, nu geen 50 per uur, want dat kan ik zelf niet. Maar Martin heeft gezegd, nou 47 gemiddeld, dat gaat hij nog wel halen. Ik zei, nou, dan gaan we een ijzersterk koppel gaan we zijn. Nou, daar ben ik heel benieuwd. Over de keien van de grote markt? We gaan alles pakken en ik heb ondertussen ook begrepen dat je met de camera de snelheid niet kunt meten. Dus moraal, het zal tegen de 47 graden, Jacques. U gaat startschot geven dadelijk? Ja, ja. Zelf niet op de fiets? Nee. Ik heb ooit, Jan Jansen vertelde het in de Grote Kerk, meegemaakt dat er zo'n rit was. En dat toen de burgemeester van Bergen op Zoom en ik was wethouder. En burgemeester Zevenbergen ging er onderuit. Dus het was goed. Laat mij maar het startschot geven. Ik loop. En ik vind het een mooie manier om weer terug te zijn in mijn geliefde stad. Achter me zie je de koppelkoers bezig. De wethouders prominent, zelfs burgemeesters die meefietsen met oud-renners. Ze doen het hartstikke goed, maar het wachten is natuurlijk op de echte renners. En je voelt dat de spanning langzaam stijgt. We gaan twee ronden verder. Hijgend over de streep. Stefan, hoe is het gegaan? Nou, moe. Vooral moe. En ik krijg geen vocht meer in mijn mond. Dus ik denk dat we er eentje gaan drinken. Nou, maar die kreet was toch wel uit je teen. Nou. Ik moet eerlijk zeggen, voor iemand die het minste lichaamsbeweging doet van heel dat parcours, heb ik het nog goed gedaan. Heb je hulp gehad of iets aan gehad aan de renner? Af en toe hebben ze mij een beetje geduwd, allemaal eigenlijk een beetje. Maar voor degene die alleen maar zijn onderbroek als uitdoet als ochtendgymnastiek, vind ik dat ik het goed gedaan heb. Nou, en de mooiste fiets van allemaal. Marcel Kittel, dames en heren, die zal een prachtige trofee krijgen van de heer Polman, burgemeester van Bergen op Zoom. Alsjeblieft, meneer de burgemeester Marcel Kittel. En we hebben... Wethouwer Arjen van der Wegen, een mooie dag geweest vandaag? Prachtige dag. Ja. Geweldig weer, fantastisch fietsen, ja. Mooie winnaar, Nederlandse ploeg die gewonnen heeft, dus wat wil je nog meer? En de aankomsten rond Berg op Zoom allemaal goed gegaan? Ja, ik heb net nog even met de organisatie gesproken van Eneco Galazzo. Die waren erg tevreden. Ook over de ambiance in de stad. Met name te spreken over hoeveel mensen erop afgekomen zijn. Dus ja, hier staat een trotse wethouder van sport. Mooi. We zagen wel iets van beelden van het publiek, maar de opkomst was dus groot. Ja, opkomst was volgens Galazzo in ieder geval erg groot. En zeker in vergelijking met de andere etappes, denk ik dan. Want ze moeten toch een referentie hebben. Dus ik ben daar echt ontzettend trots op. En kan ik dan zeggen voor herhaling vatbaar? Ja, wat mij betreft wel. Misschien de Vuelta in 2015. Er ligt weer een mooie uitdaging om te kijken of we dat ook binnen kunnen halen. Nou, in ieder geval een mooi visitekaartje afgegeven. Ook op de fiets? Ik was ook op de fiets. Nou, dat mag nog wel iets harder. Kun je nog even oefenen voordat de Vuelta aankomt? Nou, ik ga weer 2 jaar trainen. Oké. Na de finish van de Eneco Tour in Bergen op Zoom zijn er nog tal van activiteiten georganiseerd in het kader van 800 jaar stad.
Hier op de Grote Markt hebben de ondernemers de koppen bij elkaar gestoken en gezorgd voor een hele avond muziek. Gaat vast nog door tot in de late uurtjes. Visitekaartje afgegeven en dat gaat Hogerheide morgen vast ook doen. Burgemeester Prentzel, vandaag is de Eneco-tour start in gemeente Woensdrecht, nu in Hogerheide. Hoe verloopt het vandaag? Nou, het weer is mee. Ontzettend enthousiaste bevolking. Ze staan met hun camera's klaar om hun grote helden te kunnen zien en te fotograferen. En ja, heel West-Brabant is uitgekomen om hier de start van deze etappe vanuit Hogerheide mee te maken. Komen mensen toch ook wel naar een start van de etappe? Nou, dat blijkt. Ik zou zeggen, kijk om u heen hoeveel er zijn. En het grote voordeel van een start is dat er meer rust is. De renners moeten zich individueel inschrijven. Je kunt al je renners individueel zien. En nou ja, er is gewoon een gezellige wielersfeer hier. Zijn er nog meer activiteiten vandaag? Ja, we hebben een hele leuke activiteit op het Van der Meulenplein. Hier aan het begin van de Raadhuisstraat bij de kerk. Waar allerlei ondernemers met streekproducten, met activiteiten. Er is een hele mooie collectie wielerattributen. Honderden wielershirts. De fiets van René Pijnen in Café Boulevard. En er is een hele mooie fietstocht. Ook in de regio hier. Voor... iedereen die echt van fietsen houdt en er ook zelf wat aan wil doen vandaag. Zo probeert u een beetje de binding te leggen met de ondernemers? Juist, ondernemers hebben dit initiatief van harte ondersteund en hebben gezegd van wij willen deze Eneco-etappe in Hogerheide, in Woensdrecht, willen wij ook met activiteiten ondersteunen. En dat hebben ze breed gedaan. Dus ik hoop dat veel mensen komen kijken en genieten van de lekkere gerechten, de streekproducten die we hier hebben. En komt er ook veel publiek van buitenaf, denkt u? Wij denken toch wel dat er zo'n 10.000 mensen vandaag hier op het evenement afkomen. En nou ja, het leuke is dat er natuurlijk ook in onze eigen kernen een paar rondjes worden gereden. Zodat mensen bij wijze van spreken in hun voortuin zittend ook de renners nog een keer kunnen zien voordat ze Zeeland ingaan en naar Vlaanderen. Ja, want de gemeente Woensdrecht wil zich natuurlijk profileren als gemeenteregio, wielerregio. Ja. Zijn er nog plannen in de toekomst rond tours? Nou ja, we hebben natuurlijk in 2014 het wereldkampioenschap veldrijden in onze gemeente. Nou, daar zijn we ons nu al ontzettend op aan het voorbereiden. En ja, ik verwacht dat wij ieder jaar toch wel evenementen blijven houden. Zowel in Huibergen, waar ook heel veel wielerhistorie is. Als in Hogerheide, Ossendrecht en de sluitingsprijs Puttenkapelle is natuurlijk al meer dan 70 jaar een traditie die ook gewoon door blijft gaan. En we hebben de ambitie om met dat wielermuseum en de wielerexperience ook te kijken hoe we daar goed met elkaar uitkomen. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling dat dat gaat gekomen. Dat zou mooi zijn als we daar met elkaar ook in West-Brabantse samenwerking toch een goede plek voor vinden. En waar Woensdrecht ook een belangrijke rol bij moet gaan vervullen. Dan kunt u nu alvast een beetje paaien met deze VIP-brunch en zo? Nou ja, goed. Alles wat mee kan doen om dat te ondersteunen is meegenomen. En ja, nu staat Woensdrecht in ieder geval op de kaart. Gisteren Berg op Zoom. En samen hebben we een prachtig Eneco-evenement in onze gemeente. Meneer Van Achtmaal van de provincie Noord-Brabant. De provincie is een sponsor van de Eneco-tour. Voor de gemeentes, geloof ik? Ja. Absoluut, wij hebben in Brabant het sportplan. Daar worden echt talentenontwikkeling wordt daar gesteund en evenementenondersteuning. Want ja, goed, die gaan beide met elkaar op. Zonder talenten heb je ook geen evenementen nodig en andersom. En ja, dat is onder andere 7 sporten, waaronder wielrennen.
En dat slaat in West-Brabant erg goed aan. Ja. Maar in de tijd van bezuinigingen een halve ton hierin steken? Klopt. Alleen goed, sport verbroedert, zeggen ze wel eens. En sport is onder de bevolking wel een aantrekkingskracht. En iets wat mensen toch vaak aantrekt en met elkaar omgaat. En sport moet ook altijd blijven. Want als je in de crisis geen evenement hebt en iedereen blijft echt terug bij de basis, dan... dan is eigenlijk de bevroedering of de verbroedering toch wel ver te zoeken vaak. En dit is gewoon iets wat in de bevolking speelt. Je ziet het ook aan het aantal toeschouwers. Zonder evenementen waren een hoop mensen gewoon thuis gebleven. En denken ze ook van, wat doet nou eigenlijk de provincie of wat doet eigenlijk een gemeente om ons juist te enthousiasmeren om in deze gemeente te blijven wonen. Maar is dat wel bekend bij burgers dat jullie er zo sponsoren? Op dit moment geven wij er wel steeds meer bekendheid aan. Ook door middel van spandoeken, borden. Om laten roepen dat de provincie Brabant en ook de regio West-Brabant er echt participeert. Dat is alleen maar goed. En ik denk ook dat voor de bevolking gewoon rust uitstraalt. Dat het gewoon actief ook de overheid meedoet in het ontwikkelen van talenten. En ook het ondersteunen van de evenementen. En in de ontwikkeling van talenten, is daar hier ook iets mee gemoed? Absoluut. Kijk, de wielersport aan zich is deels ontwikkeling talent, deel evenementondersteuning. Dit is natuurlijk wel voor evenementondersteuning. Maar desalniettemin is het wel zo, wanneer hier jongeren komen kijken naar het wielrennen en die zien al die profs voorbij rijden met al die auto's, dit hele circus. Het is gewoon geweldig, waardoor iemand toch sneller zegt, ik ga sporten. Ja, en dat komt weer heel goed uit tegen jongeren die eigenlijk zeg maar, bij de voetbal buiten de boot vallen. En dan voor de fiets kiezen en wie weet wat eruit komt. Een beetje het Wiggo-effect wil je bereiken. Tuurlijk. En super voor de gezondheid natuurlijk. Dus, ja, dus dat telt natuurlijk voor de provincie ook mee? Gezondheid staat natuurlijk altijd voorop. Nou, dat is een mooie combinatie. Maar wordt het nu ook nog geëvalueerd? Want wat jullie erin stoppen, of je dat ook weer terugkrijgt, wordt dat bekeken? Absoluut. Ieder half jaar zeg maar, komen de stukken komen weer bij ons dan bij de staatleden komen terug. En dan kijken wij van waar het geld dan is besteed. Hoe de spin-off is geweest en hoe er eigenlijk iedereen op reageerde. En net als vandaag, veel mensen gesproken. En iedereen is erg enthousiast. Dus ik denk dat het sowieso wel geslaagd is. Dus mochten we weer een plan hebben om West-Brabant als een EcoTour finishplaats of startplaats te laten, kunnen we misschien al op de provincie rekenen? Die kans is zeer groot. Want deze laatste dagen was er natuurlijk ook het geval. En in Waalwijk, waar de start van een EcoTour, participeerde de provincie ook in mee. En dat was ook een succes. Dus ik hoop voor herhaling vatbaar. Je komt zelf uit Huibergen. Ben je op de fiets gekomen? Eigenlijk wel. Nou, heel sportief. Ik dacht zelf van, dat kunnen we wel doen. Gisteren in Berg op Zoom was ik wel met de auto, is iets verder. Alleen met dit prachtige weer. Ik zelf ben ook een echt wielerfanaat, dus dan kun je de fiets moeilijk laten staan, toch? Woon je in de juiste gemeente, volgens mij? Zeker weten. Woensdrecht is eigenlijk de wielergemeente natuurlijk bij uitstek. En dan is het alleen maar mooi dat het iedereen zo positief is als een dag van vandaag. Komt ook wel een stukje door het weer, maar dat is gewoon perfect. Wethouder van sport natuurlijk. En dat is van dag als vandaag natuurlijk geweldig. Ja, dat is geweldig gewoon dat je dat zo kunt hebben. En met zoveel mooi weer, zoveel mensen. Dan is het geweldig dat je de schepper mag zwaaien over zo'n dag. Is het een beetje druk langs het parcours? Het is heel druk langs het parcours. En ik hoorde gisteren ook de rit naar Bergen op Zoom. Dat het daar bijzonder druk was. Ook in de dorpen waar ze allemaal langskwamen. Dus in één keer toe trekt. Ja, dat zeiden de renners zelf ook. Dus dat is in ieder geval, hebben ze zelf ook ervaren. Denkt u ook dat veel mensen van buiten de regio komen? Want het is natuurlijk ook wel een toeristische attractie. Dat is wel de bedoeling van de gemeente, denk ik. Ja, het is geweldig voor het toerisme ook. Want we horen hier ook en we zien veel Belgische nummerplaten. En dat zijn toch onze klanten voor het toerisme. En wanneer het wielrennen betreft, dan kun je die makkelijk trekken. En ik hoop dat die allemaal ook rijden weten blijven te liggen. Dat ze hier ook eens terugkomen om te fietsen, te wandelen. Of op het terrasje te zitten. Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling dat ze ook terugkomen. Heeft het verder ook met de ondernemers allemaal een goede samenwerking? Die hebben er geen last van dat nu heel hun winkels niet bereikbaar zijn? Nou, de winkels blijven goed bereikbaar. Dat is het mooie van vandaag natuurlijk. Want het is maar heel kort dat het afgesloten is. En dan liggen ze midden in het parcours. Maar mensen die er willen zijn, kunnen er zijn. Dus we lopen de ondernemers niet in de weg. En op het plein daar zijn verschillende ondernemers die achter de persaans geven op de markt. Dus
Nee, dat zit wel goed. En is het voor herhaling vatbaar? Denkt u dat de Eneco-tour weer terug kan komen in de gemeente Woensdrecht? Wat mij betreft wel, maar we doen dat samen met de regio, regio West-Brabant. Alle gemeenten hebben daaraan bijgedragen. Dus ja, het zal te zien zijn. Eneco heeft het vergunning tot 2016. Dus er zouden mogelijkheden zijn. En ja, dan zullen we moeten kijken welke gemeente in West-Brabant het dan wilt oppakken. Want is het al ver vooruit gepland wanneer, waar de Eneco terecht komt? Nee hoor, je hoort in de loop van het jaar waar de volgende start is. Dus start en finish. De komende jaren hebben we nog kans dat het terugkomt in de regio West-Brabant. Ja, dat denk ik wel. En we zullen daar in ieder geval naar kijken. Wij gaan naar de kant, want daar komen de renners. Daar gaat het tenslotte om. Okay. Bedankt. Ja, ik ben aanmoedigd. En dan komt daar het peloton vastgegaan door de koersdirecteur Rob Niska. Hier is kilometer 0. Hier wordt zodat de rode vlak naar binnen gehaald. En hier gaat de wedstrijd beginnen. En hier komt het applaus. Toi, toi, toi. Allemaal. Toi, toi, toi. Succes hier vanuit Woensdrecht. De renners van de Eneco Tour zijn op weg naar Aalter, weg uit de regio West-Brabant. Dit was het dus voor West-Brabant wat betreft de Eneco Tour. Hopelijk niet voor altijd, want graag aan het publiek te zien, aan de reacties te merken van de renners en het publiek, zouden we graag de Eneco Tour nog een keer terugzien in West-Brabant. Dus wie weet.